goedenavond en welkom bij de talkshow van het Amateur Theaterfestival in Rotterdam. We zitten nog steeds hierboven in de lounge bij het OT Theater. En ik heb twee nieuwe gasten aan tafel, namelijk Benjamin en Katinka. Allebei van het Community Art project. Allereerst even, vertel heel in het kort, wat hebben jullie gedaan? We zijn vanuit een workshop op het 24 uur cultuurfestival. Ja. Zijn we eigenlijk verder gegaan en het verder uitgewerkt tot de hele voorstelling. En waarbij Delfshaven en de bewoners centraal stonden. Ja. En van daaruit eigenlijk tot een thema gekomen van dit is mijn Rotterdam. En de vraag gesteld, wat is nou iedereens Rotterdam? Ja. En ook heel veel input van onszelf en samen met de makers. En, Dus jullie hebben eigenlijk een voorstelling gemaakt rondom de stad en de wijk als thema met een regisseur. En dat is Andrea van Schie die hier op de bank zit te koekeloeren. En zij had ook vijf mensen uit Delfshaven geïnterviewd. Die allemaal toch wel aparte karikaturen zijn ook weer. Die hun eigen leven hebben. En daar is het een beetje aan gekoppeld. Ja, die hebben jullie als materiaal gebruikt, die interviews, om een stuk op te ontwikkelen. Ja. En je zei, jullie zijn begonnen bij 24 uur cultuur, dat was half september. Dus dan hebben jullie best hard moeten werken om in twee maanden een voorstelling neer te zetten, kan ik me voorstellen. Ja, dat kan wel zeggen. We hebben eigenlijk gewoon het in drie zaterdagen gedaan, hè? Wauw. Ja. Dat zal best pikkelig geweest zijn. Ja, het was wel een soort van inspannend, maar het ging eigenlijk wel vanzelf. Ja. En ook samen met Derske, die heeft ook meegeholpen, samen met Andrea. Ja. En hebben jullie ook, hadden jullie hiervoor al theaterervaring of iets met theater gedaan? Of is het eerste waarvoor jullie zeggen, eerste keer dat ik op de planken sta? Voor mij wel, ja. Ja. Voor mij zo goed als eigenlijk, ja. Ja. En hoe voelt het nou als je dan hier in het OT Theater in die zaal staat voor een publiek voor het eerst en met zo'n voorstelling hier staat? Ja, leuk. Ja, maar ook wel een beetje onbekend en wel heel erg wennen toch ook. En dan dat je in één keer toch op gaat treden en dat familie en vrienden even komen kijken. En het is wel leuk. Waren jullie erg zenuwachtig? Tot op het laatste moment niet. En echt vlak voor de voorstelling toch wel. Ja, ja. Dan voel je het wel opkomen. Dan voel je ineens door je heen gaan. Ja. En tijdens het spelen ook wel. Tijdens het spelen ook? Ja. Okay. Ja. En wat voor rollen hadden jullie in het stuk? We hadden niet met namen, maar het was meer een soort van abstract. Ieder gewoon eigen identiteit die dan in het leven keuzes probeert te maken. En soms gaat het niet zoals je gepland hebt, maar hoe je daar dan ook op reageert. Ja. En dat je eigen huis bouwt. Ieder was eigenlijk zijn eigen plekje aan het creëren. En op een gegeven moment kwamen we op elkaars pad. En ga je samen door het leven en dan werkt het uiteindelijk misschien niet en misschien later wel. En dan ga je toch weer je eigen wegen. En dat is het mysterie van het leven wat jullie in een half uur neer hebben gezet. In een notendop, ja. 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 Hey, jullie komen zelf ook uit Delfshaven als het goed is? Nee. Ik heb maar wel uit Rotterdam, toch? Ja. Vind je nou ook dat dit festival ook een beetje echt Rotterdams is? Dus dat je hier het Rotterdamse sfeertje een beetje proeft? Ja, dat hebben jullie in de voorstelling proberen neer te zetten. Maar heb je ook het gevoel dat het festival dat ook... Eigenlijk zijn we alleen maar met met je eigen voorstelling bezig geweest. Dus dat kan ik we hebben eigenlijk voorstellen. Nog helemaal niks... Of ik heb nog niks daaromheen bekeken of naar het programma. Want daar heb ik een beetje weinig tijd voor gehad. Nou, de avond is nog jong. Dus ja, je hebt alle waar. Kans om vanavond lekker om het genot van een biertje of een, gaan we een hapje en een drankje iets leuks te gaan kijken. Ja, ik vond wel, omdat je het gevoel hebt hier, dat alles hier kan, zeg maar. Ja. Het is heel open en een soort van gedurfd. En dat vind ik wel Rotterdams, denk ik, aan het festival. Rotterdam durft. Die slogan kennen we, ja. Ja. Hey, jullie zijn natuurlijk nu vanuit het niet, zeg maar, iets met theater gaan doen. Zou je dat andere mensen ook aanraden van... Ga iets met theater doen. Is het leuk om te doen? Ja, het is heel leuk om te doen. Ja, ik vind wel. Ik denk je moet er wel echt soort van iets mee hebben. Of daar het gevoel hebben dat je het een keer wil doen. Als je durft. Gewoon en je doen. Leert jezelf ook wel weer beter kennen. En het hele reilen en zeilen eromheen. Het was ook echt leuk
om Andrea en Derkske aan het werk te zien en met ons. Ja. En te anticiperen heel de tijd op verschillende dingen en wat we wel en niet mogen doen. En of ja, of toch een stukje eigen ding nog erin. Het is echt wel heel leuk hoe dat werkt. Ja, een mooie ervaring. Ook wel emotioneel, af en toe. Dat ik toch zoiets af van, nou, bijzonder. Ja, mooi. Je komt heel veel dingen tegen natuurlijk. Als je bezig bent, zeker als je een voorstelling maakt die min of meer over je eigen stad, je eigen leven gaat. Ja, omdat we het over die keuzes maken hadden, ga je ook echt nadenken over een soort van je eigen keuzes in het leven. En hopelijk dat het publiek daar ook een beetje over na ging denken. Ja, hebben jullie dat publiek gesproken of zijn jullie gelijk uit de voorstelling hierheen naartoe gekomen om... Daarna hebben we nog heel kort gesproken. Je hebt de eerste reacties al binnen. Ja. Waren de mensen enthousiast? Ja. Nou, dan mogen jullie denk ik tevreden zijn. Hey, ik vind het heel leuk dat jullie hier zijn. Ik wil jullie nog even vragen, wat gaan jullie nou de rest van de avond doen? Alleen maar van, yes, ik heb het gedaan? Of gaan jullie ook nog een beetje naar de voorstellingen kijken en van het festival genieten? Alle twee. ik heb eigenlijk, ik zit nog zo in die voorstelling, dus ik denk, ik ga zo meteen even soort van heroriënteren. En zou je in de toekomst nog een keer met zo'n project mee willen doen of een theatervoorstelling willen maken? Ja, lijkt me best wel leuk. Ja, zijn er wel al misschien, zijn misschien alweer nieuwe ideeën, nieuwe plannen aan nieuwe maken zelf. Dus Zou goed kunnen. Volgens mij zijn jullie aangestoken door het theatervirus. Nou, misschien zien jullie wel volgend jaar hier terug op het festival met een nieuwe voorstelling. Wie weet. Ja, het zou gaaf zijn. Ik hoop het. En we willen Derkske en Andrea nog even heel erg bedanken. Heel erg bedanken. Nou, voor de kijkers thuis, die zitten hier nou op de bank heel erg te genieten van jullie twee hier in de talkshow. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie komst. Hartstikke fijn dat jullie bij mij aan tafel zitten om even te vertellen wat jullie hebben gedaan. En ook super leuk dat jullie mee hebben gedaan aan het festival natuurlijk. Ik zou zeggen, ga gewoon lekker genieten van het gevoel van de prestatie die je hebt neergezet. En even een drankje doen hier in de foyer. En misschien nog wel een mooie voorstelling zien. En ik denk dat we jullie hier volgend jaar terugzien. Okay. En voor de kijkers thuis, als je meer wil weten over het festival, dan kun je op de site www.atfr.nl alle informatie vinden die je wil hebben. Ook over deze mensen en de voorstelling die ze hebben gemaakt. En ook over wanneer de voorstellingen zijn of we volgend jaar weer doorgaan. Dus ik zou zeggen, ga het bekijken. Voor nu bedankt voor het kijken en misschien tot de volgende keer. Dankjewel. En jullie ook bedankt. Ja, jij ook bedankt.